er wel iets te eten? Ja, biertje heb ik in de koelkast en heb je favoriete eten gemaakt. En de tv heb ik al voor je aangezet, toch? Nee. Kut. Jennifer, je moet echt wat meer vrouwelijkheid tonen. Ga eens iets meer naar rechts, shirt iets meer naar beneden, je weet wel. Oké, laten we even pauze nemen. Take 5, everyone. Nou, Jennifer, we hadden meer van je verwacht. We zitten er eigenlijk over na te denken om een man in te huren voor jouw rol. Want die kan het waarschijnlijk beter dan wat jij ons nu hebt laten zien. Meneer, er moet toch iets zijn wat ik kan doen? Nou... meer respect had voor vrouwen. Oh nee, ik moet weer werken. Deze het laten vallen, mevrouw. Het is een man. Het is allemaal anders. Sandra, ik wil nog even met je praten over scène 66. Je moet even opnieuw. Misschien kan je daar de leiding over nemen, want die belichting, je had het vast wel gezien. En misschien kan je vandaag een sollicitatiegesprek doen met Maria Santiago. Oh ja. Want ja. Dan kunnen we misschien onze doelen bereiken. 50-50 man-vrouw. Beetje diversity in onze filmindustrie. Ja, goed. Doe ik. Wat gebeurt hier? We vinden het raar dat je zo staat te koken met die ouderwetse kleding. Dus we dachten, misschien kunnen we de scène verplaatsen naar het Witte Huis of een heel groot kantoor. Wat vind je ervan? Ja, dat is echt een top idee. Love it. Heel leuk. Go. We hebben daarachter allemaal kleren liggen. Kun je helemaal uitkiezen? Kun je even jouw outfit uitkiezen? Oké. Tot succes. Bedankt. Hey, dat is een lekker kontje hoor. Hey, dat is niet cool, man.